naar Lucas. Luke chapter 9. Lucas 9. From verse 57. Vanaf vers 57. I'm talking about restoring your hunger for God. Je honger voor God herstellen. Your hunger for the work of God. Je honger voor het werk van God. The reason why God saved us, de reden waarvoor God ons gered heeft, is for us to serve Him. Is zodat we Hem kunnen dienen. God did not save us. God heeft ons niet gered to be entertained. Om voor zijn ontspanning. He saved us. Hij heeft ons gered. So that we can serve Him. Zodat we Hem kunnen dienen. You will serve the Lord. Je zal de Heer dienen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. We are restoring. We zijn aan het herstellen. Our hunger. We zijn onze honger voor de Heer. Work of God. Voor het werk van de Heer aan het herstellen. Now listen. Luister. In verse 57. In vers 57. The Bible says, and it came to pass. De Bijbel zegt dat het gebeurde. That as they went in the way. Terwijl ze onderweg waren. A certain man. Zei iemand. Said unto him. Tegen Jezus. Lord. Heer. I will follow thee. Ik zal u volgen. Whithersoever thou goest. Waar u ook heen gaat. And Jesus said unto him. En Jezus zei tegen hem. Foxes have holes. Vossen hebben holen. And the birds of the air have nests. En vogels hebben nesten. But the son of man. Maar de mensenzoon. Have not where to lay his head. Heeft geen plaats om te slapen. And he said to another. En Jezus zei tegen iemand anders. Follow me. Volg mij. But he said. Maar de man zei. Lord. Heer. Suffer me first. Mag ik dan. To go and bury my father. Wachten tot ik mijn vader heb begraven. Jesus said unto him. Maar Jezus zei. Let the dead. Laat de doden bury their dead. Hun doden maar begraven. And go down. Maar jij. And preach the kingdom of God. Moet de mensen over het koninkrijk van God gaan vertellen. And another also. Weer iemand anders zei. Lord. Heer. I will follow thee. Ik zal u volgen. But let me. Maar ik wil eerst. First go and bid them farewell. Afscheiden nemen van mijn familie. Which are at my home. Degene die bij mij thuis zijn. Which are home at my house. Waar die zijn bij mij thuis zijn. Jesus said unto him. Maar Jezus zei tegen hem. No man. Mensen. Having put his hand. Die het bij het ploegen to the plow. And looking back. Die bij het ploegen achterom kijken. Is fit for the kingdom. Zijn niet geschikt voor het koninkrijk van God. There are three people mentioned here. Zijn drie mensen vernoemd hier. And these are the three people that comes to church. En dit zijn de drie mensen die naar de kerk komen. And the first type of person. Eerste type was those that have expectation. Het waren de mensen met verwachtingen. He came to Jesus. Ze kwamen naar Jezus. With a high expectation. Met een hoge verwachting. Jesus is popular. Jezus is populair. Jesus is well known. Hij is bekend. If I follow him. As ik hem volg. I will have a place. Ik zal een plek hebben. And Jesus told him. Maar Jezus zei. Hey, don't expect anything. Verwacht niks. Because birds have place to sleep. Want vogels hebben nesten. Foxes, they have place to sleep. Vossen hebben hun holen. I don't have a house. Ik heb geen huis. I don't have a place. Ik heb geen plek. Now, stop serving God. Stop met God te dienen. With a kind of expectation. Met een verwachting. That abuses your faith. Die jouw geloof kapot maakt. It is not wrong to have expectation. Het is niet verkeerd om verwachtingen te hebben. Faith, want jouw geloof. Your faith. Jouw geloof. Gives room for your expectation. Geeft ruimte voor je verwachtingen. But you see, when this expectation. Maar wanneer deze verwachtingen. Becomes self-centered. Beginnen om jou te draaien. Becomes selfish. Dan beginnen egoïstisch te worden. Then Christ cannot honor it. En dan kan Christus dat niet eren. Then you find the second person. En dan vind je een tweede persoon. Who said, oh. Die zei, oh. Lord, I will answer your call. Heer, ik zal je antwoorden. I'm following you right away. Ik zal je volgen. But let me go and bury my father. Maar laat me eerst mijn vader this was a man full of excuses. Dit was een man die vol met excuses was. Many people have excuses today. Veel mensen hebben excuses van that they give. Dat ze geven. That would make them say they don't want to serve God. Om te zeggen dat ze niet. You ask some people today, why are you not working for God? Als je vandaag van mensen vraagt, waarom werk je niet voor God? Some will tell you, oh. Sommigen gaan zeggen, oh. They don't appreciate me. Ze appreciëren mij niet. Oh, they don't value me. Ze houden niet van me. Ze waarderen mij niet.
Jesus said, Jezus zei, let the dead bury their dead. Laat de doden begraven. Get away from the excuse. Ga weg van de excuses. Every excuses you give. Elke excuus die je geeft. For the work of God, daar God werk van God die hij in jouw handen legt. It kills the grace of God upon your life. Het vermoord de gratie van God op jouw leven. Stop giving excuses. Stop met excuses te geven. God cannot give you what you cannot handle. God kan je niet geven wat je niet kan aan. I hope I'm talking to somebody tonight. Ik hoop dat ik iemand toespreek. Every word God gives to you. Elke werk dat God jou geeft. Every work God gives to you. Elke werk dat hij jou geeft. God sees it that you can handle it. Hij weet dat je ermee om kan. That's why he gives it to Daarom you. Daarom geeft hij het jou. Praise the name of the Lord. Prijs de Heer. Stop giving excuses. Stop met excuses te geven. Because every excuse you give, want elke excuus die je geeft, it weakens the grace of God. Het maakt de gratie van God zwak. You can begin to say when you are talking about me, sommigen kunnen zeggen ja, de manier waarop je spreekt over mij, de manier waarop je spreekt over mij, ik wil het niet meer doen. That's not an excuse. Dat is geen excuus. That's not an excuse. Dat is geen excuus. There is no excuse that any man should give for the work of God. Er is geen excuus dat de mens kan geven voor het werk van God. And then the last person. En de laatste persoon. Who said, Jesus? Hij zei, Jezus. I would love to follow you. Ik zou je graag willen volgen. On one condition. Op één voorwaarde. Let me go and first of all say bye bye. Laat me eerst afscheid nemen. We have the conditional followers. We hebben de voorwaardelijke volgers. They give God conditions. Ze geven voorwaarden. God. God. If you give me this job, als je mij deze job I will become an usher. Ik zal usher worden. And God will never give you the job. God zal je nooit die werk geven. Because God knows you will never do the usher. Want hij weet dat je nooit usher zal worden. Because without job, want zonder werk, you could not do your usher. Je kon geen usher worden. And when you not have job, maar nu als je tell me how you will do the usher. Zeg me hoe je usher gaat worden. Don't be real with yourself. When you are putting some conditions before God, as you voorwaarden geeft, your own self. Kijk naar jezelf. Can you be faithful enough? Kan je vertrouwelijk zijn? To defend what you are saying. Trouw zijn om te verdedigen wat je zegt. God condition. Geef niet voorwaarden aan God. Tell him thy will be done. Zeg jouw wil gedaan worden. Let your will be done. Laat je wil. Hallelujah. Hallelujah. Listen, your hunger for the work of God, your hunger for het werk van de Heer, can be lost, kan verloren worden, when you fall, als je valt, when you fall from the grace that God has placed you, als je valt van de gratie van God. That's why don't backslide. Daarom val niet. Don't put yourself or give yourself to things that will kill your faith. Geef jezelf niet aan dingen die jou. When you fall, jouw geloof zullen vermoorden als je valt. The hunger you have, de honger die je hebt, the work of God van can die. Van God kan sterven. Number two, your hunger for the work of God can be lost. Your hunger for het werk van de Heer kan verloren. When you allow the environment of sinners, als je de omgeving van zondenaars, to interest you more, jou meer laat interesseren, than the environment of the saints, dan de omgeving van de heiligen. And what interests you more? Is it to be among people who don't know God or what interests you meer? In het bijzijn van mensen zijn die God niet kennen of God die wel, of de mensen die God. Your hunger for the work of God can be lost. Jouw honger voor het werk van God kan verloren gaan. When your heart becomes divided, als je hart gesplitst wordt. When your heart becomes divided, als je hart gesplitst wordt. Your hunger for the work of God can die. Jouw honger voor het werk van God kan sterven. Bible says where the heart of a man is. De Bijbel zegt waar het hart van een mens is. That's where you find his treasure. Daar ga je ook zijn. So when your heart is no more in the service of God, maar als je hart niet meer in de dienst van de Heer is, means that you will be cut off. Het betekent dat je from the presence of God, van de nabijheid van God. Number four, vierde, your hunger for the work of God can be lost. Je honger voor het werk van God kan verloren gaan. When you become discouraged, als je ontmoedigd wordt, by the things you are hearing, door de dingen die je hoort. Don't be discouraged. Wees niet ontmoedigd. There's nobody they don't talk about. Er is niemand waarover ze niet spreken. Only even dead people they talk about them. Ook dode mensen spreken ze. In fact, when you die, that's when they will talk more about you. In feite, wanneer je sterft, spreken ze nog meer. Are you hearing me? Because I discovered that when somebody dies, all the gossip in town, they rise. Because they know that the dead person is not going to. He's not going to speak back. Want ze weten dat hij niet terug gaat spreken. So there's nobody they don't talk about. Dus er is niemand waar ze niet over spreken. Don't allow the gossip in that office.
Laat niet toe dat de geruchten jou laten ontmoedigen. It is because you are doing well. Het is omdat je goed doet. That's why people are talking behind you. Daarom praten ze achter je rug. Hello. Learn how to celebrate yourself. Leer om jezelf te celebreren. Hello. Tell your neighbor, learn how to celebrate yourself. Leer om jezelf te vieren. It is not about somebody has always complimenting you before you know you are okay. Het gaat niet om dat een andere mensen jou moet complimenteren om te weten dat het goed gaat met jou. At least when I stood in the mirror this morning, I said, "Oh, in the spiegel son, I look good." See your good day. Hello. I didn't need the second compliment because the first one must come from me. De eerste moet van mij komen. Instead of you carrying going to this place, how do I look? How do I look? How do I look? I will tell you, you look like a monkey. Because if you cannot see how you look, I surely can't see the right thing. Then we have a problem. Because the two eyes you have, on the two that I have, why do you think I will see more than you are seeing? Waarom denk je dat ik meer zal zien dan jou? It is not every time until people say that it is good before you accept it to be good. That it good is, but that you accept it that it good is. Learn how to encourage yourself. Leer om jezelf te aanmoedigen. The Bible says you are wonderfully and fearfully made. De Bijbel zegt dat je wonder op een wonderbare manier bent gemaakt. You don't look like a failure. Je ziet er niet uit. Stop behaving like one. Falling, dus. Listen. Gedraag je ook niet zo. Everybody has right. Iedereen. To say something about you. Om iets te zeggen over jou. And you know what? Maar weet je wat? You have right. Je hebt recht. To accept what you will accept. Te accepteren wat je wilt. Throw away what you will throw away. En weg te gooien wat je wilt weggooien. Paul said, I am what I am. Paulus zei, ik ben by the grace of God. Bij de gratie van God. I'm not what I am because of what people are saying. I am what I am because of what God says. Wat ik ben door wat God zegt. Hallelujah, somebody. Stop looking for who will compliment you. Stop om naar mensen te zoeken die jou zullen complimenteren. Compliment yourself. Do it for yourself. You know, at times some of you, the only time you feel nice in your life is when they invite you to party. De enige die zich goed enige moment wanneer je goed voelt is wanneer ze je uitnodigen naar een feest. At times, listen. Luister. Just cross your leg. Kruis je benen. Put that. I'm not talking about alcohol. Look for something nice. Zoek iets something cheap. Something anointed. Cross your leg there. And just begin to celebrate yourself. I have tried. I survived 2018. I survived 2019. Here I am in 2020. People can say whatever they like. But this is me. I am going to 2021. I don't care what they say about me. I'm just rolling. I'm just moving. I'm just kicking. Come on, give Jesus praise. Learn how to encourage yourself. Because nobody will encourage you more than yourself. Want niemand gaat dit doen meer dan jijzelf. Hallelujah. Hallelujah. Encourage yourself. Moedig jezelf aan. You know, at times when you receive some letters, some reports, sommige brieven ontvang van de post, your heart is broken. Je hart is gebroken. No, just look at it. Kijk die brief. You see, most of the brief. Hello. They write this on one side. Ze schrijven iets op één kant. And the other side is empty. En de andere kant is leeg. And if you don't like what they wrote here, als je niet houdt van wat ze hier hebben, you turn the other side. Je dan draai je. And write what you like. Schrijf wat je wilt. A lady went for exam last week. Een vrouw ging voor het examen vorige week. She brought the result. Said Nick is slack. Ze brought the result. I said if you cancel that need. Then you will have a slack. So just do it like that, then be celebrating yourself. Then next time go and take the license. So instead of you to start crying, big a slack. No, cancel the needs and let the get slack remain there. There are things you must do to encourage yourself. If you don't encourage yourself, you will die of time. Because when I first time I went for the practical exam, toen ik voor mijn praktische examen ging, they said I could not pass. Ze zeiden ik ben niet geslaagd. I shook the man. I said thank you. Ik groette hem. Ik zei dankjewel. I said I passed. Ik zei ik ben geslaagd.
He said me. I said yeah. Because everybody has right to say something. You write your own, I say my own. He gave me the this and canceled it. The lady that took me there was surprised. Even now, she said, I was it. I said, fine, I have the license already. She said, can I see? I gave her the paper. I said, ah, daddy, you fail. I said, shut up. Who told you that? As everybody's eyes is not the same. Maybe you need glasses. So she now kept quiet because I was very serious. It was not a joke. I took her to the filling station because she borrowed me her car that day. I know the tank was empty. I filled that tank for her. She was amazing. She was for us. You failed. You better come out. To make her know that I did not fail, I took her to a McDonald's shop. He brought her to McDonald's. I said, buy anything you like. He said, go what you will. Eat. He said, why? He said, I just passed now. I said, celebrate. Glory be to God. Listen, encouragement is good. Mother is out of arm. That is when good. You encourage yourself, and she is out of arm, the prison that life wants to place you. The family is bad in the neighborhood. That had to be good. And truly, and left in one more time in Engel, the same place I went for. That is the place where it was found. It was not his last. Pastor said it is not his last. It didn't take 5 minutes. It didn't take 5 minutes to do. When the lady said we should come back, say, and you are a good driver, you better go your chauffeur. And that was it. And that was it. Listen, your faith will encourage you. Your followers are your own mother. Don't stop complaining that this person did not call me. Stop the pastor did not call me. Stop the this, that this one. No. Pastor, if I encourage yourself. Encourage yourself. God knows you can handle that situation. God that you situation. That's why I allow you to go through it. And you will overcome. I say you will overcome. In the name of Jesus. Listen, your hunger for the work of God can be lost. Your hunger for the Heer can verloren gaan. When you have no opportunity, als je geen opportuniteit hebt, to do the work of God, om het werk van God te doen. That's why tonight, daarom vandaag, many of you are here. Veel van jullie die hier zijn, you have not really had time to work for God. Je hebt nog niet tijd gehad om you te werken. You can decide today. Je kan beslissen vandaag to become part of what God is doing here. Om deel te worden van wat God aan het doen is hier. It doesn't matter where you start from. Het geeft niet om. Because you can't just be sitting there in the church there. Want je kan niet zitten in de kerk. As if you are nobody. Alsof je niemand bent. Everybody doing one thing or the other. Iedereen die iets hier doet. You were not born with it. Ze waren er niet mee begonnen. It was the hunger that rose in them. Het was de honger die in hun begon te groeien. Give them that opportunity. En die hem, die God toeliet dat who ze die told you God kregen. Cannot use you. Wie zei dat God jou niet kan gebruiken? He can use you. Hij kan je gebruiken. And he will use you. En hij zal je gebruiken. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Now listen. Nu, to restore the hunger for the work of God. Om de honger voor het werk van God te herstellen. The first thing you need to do, het eerste wat je moet doen, is to remember who you are. Is je te herinneren in the sight of God. In de ogen van God. Luke chapter 15. Lucas 15. Verse 17 to 18. Vers 17 en 18. The Bible says. The Bible says. This prodigal son. That the verloren zoon. He came to himself. Hij kwam tot bezinning. He said, normally I was not born like this. Hij zei, normaal ben ik niet zo geboren. Normally my father is better than this. Nee, normaal is mijn vader beter dan dit. And normally I'm not meant to suffer like this. Ik hoor niet zo te lijden. When he came to himself. Toen hij tot bezinning kwam. The Bible said, he said. The Bible said, I will arise. Ik zal wegstaan. And go back to my father. En ik zal terug naar mijn vader gaan. You must remember who you are. Je moet je herinneren wie je bent. Remember who you are. Herinner je wie je bent. You are a child of God. Je bent een kind van God. You are a child of God. Je bent een kind van God. Maybe people offended you in the past. Misschien. And it brought discouragement to your zijn heart. Mensen, iets remember tegen jou, who you are. Je bent onmoedig, maar remember who you are. And God will help you. En God zal je helpen. Number two. Nummer twee. Come before God in humility. Kom voor het huis voor God in nederigheid. If God must restore your hunger, als Hij je honger moet herstellen, for the work of God, of het werk van God, voor het werk van you God, you must come before God. Je moet naar Hem komen in humility, met nederigheid. Because humility will help you to surrender your pride. Want dat is wat gaat je gaat helpen. Bow down to God. Om hoogmoed weg te halen en te buigen voor God. James 4:6-8. Jacobus 4,
Bible says, humble yourself in the hands of the Almighty God. De Bijbel zegt dat je jezelf nederig moet stellen voor God. And He will lift you up in due season. En hij zal je hoog stellen. Hallelujah. Number three. De derde. Understanding of God's purpose for your life. Je moet het doel van God begrijpen voor jouw leven. Know that you are not created for nothing. Weet dat je niet voor niks bent gemaakt. This oxygen that we are breathing, de zuurstof die we hier inademen, cannot be a waste for some of us. Het kan geen verlies zijn voor sommigen van ons. There's a reason why God allow you to be alive. Er is een reden waarvoor Hij jou in leven laat. No, people are dying every day now. Mensen sterven elke dag. But why are you still alive? Maar waarom leef jij nog? There's a reason why you are alive. Er is een reden waarvoor je leeft. There's a reason why God kept you alive. Er is een reden waarvoor Hij jou. And that purpose, you must be able to embrace it. En die doel moet je kunnen omhelzen. Because that is what will help you. Want dat is wat je gaat helpen. The Bible says in Daniel chapter 10, verse 1. De Bijbel zegt in Daniel 10, verse 10. God prepared Daniel. Dat Hij Daniel had voorbereid. To be the one that we seek out. Om degene te zijn die zal zoeken. The numbers of days. De nummers van dagen. That Israel will complete in Babylon. Dat de volk van Israël. God prepared Daniel in Babylon. To be the one. Om degene te zijn. That we pray their deliverance. Die voor hun redding zal bidden. There was a purpose for Daniel. Was een doel voor hem. So he was not just there for nothing. Dus hij was er niet voor niks. There's a reason why God brought you here. Er is een reden waarvoor God jou hier gebracht heeft. You are coming. It's very far, am I right? Sommige van jullie komen you van ver. You pass churches. Je bent voorbij kerken gegaan. Er is een doel. Why God brought you here? Waarom God jou hier gebracht heeft? Don't let that purpose be a waste. Laat die doel niet voor niks zijn. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Hey. Number four. Vierde. To restore your hunger for the work of God. Om je honger voor de Heer te herstellen. Separate yourself. Je moet jezelf aan de kant zetten. Separate yourself. Zet jezelf apart. There are things you must separate yourself from. Er zijn dingen waarvan je jezelf moet scheiden. Whatever is not helping you. Wat je niet helpt. Whatever is not helping your Christian faith. Wat je geloof niet helpt. Whatever is not helping you. Alles wat jou niet helpt. Separate yourself from it. Scheid jezelf ervan. So many people today suffer depression a lot. Vele mensen hier vandaag zijn depressief. And it's very easy to deal with. En het is heel makkelijk eigenlijk om if you know how to separate your things as yourself. As je weet hoe je jezelf moet from scheiden. Things that is weighing you down. Van dingen die jou naar beneden you have brengen. Victory already. Je hebt je al overwinning. Because what you cannot separate yourself from. Want dingen waarvan je jezelf niet kan scheiden. Automatically become part of you. Automatisch worden ze deel van jou. So whatever is not helping you to rise. Dus alles wat jou niet helpt. Separate yourself from me. Scheid jezelf ervan. Bible says in 2 Corinthians 6:17. De Bijbel zegt in 2 Corinthians 6:17. Come out from among them. Kom uit vanuit hen. And be ye separate. En wees apart. Hallelujah. You must separate yourself. Je moet jezelf apart zetten. From things that is not helping you. Van dingen die jou niet helpen. Years ago, jaren geleden, when I was still growing up in my Christian faith, toen ik nog groeide in mijn Christendom, there was one lady. Er was een vrouw. That came to me. Die naar mij toe kwam. And said she wanted to hear the word of God. En ze het woord van God wilde horen. I said, glory be to God. Zei God wees aan. And I started preaching to her. En ik begon te prediken. I started preaching. Ik begon te prediken. She pretended as if she was listening. Ze deed alsof ze aan het luisteren was. When it got to about 30 minutes. Toen ik aan 30 minuten for kwam. For my service to close. Voordat mijn dienst ging starten. Because since I got born again. Want sinds ik ben opgewekt. I never stopped church one time. Ik was nooit bij de kerk. I was not a pastor. Ik was geen pastoor. And then the lady now told me stop. En de vrouw zei nu stop. I didn't really come to hear the word of God. Ik kwam niet echt om het woord van God te horen. I came to stop you from going to church today. Ik kwam om jou te stoppen. Because they said nobody can stop you from going to church. Ze zeiden dat niemand jou kan stoppen. I said I will do it. Ik zei ik zal het doen. And I've done it today. En when I heard that. Toen ik dat hoorde. I quickly took my shoe. Ik nam mijn schoen. Put my shoe on my leg. I left her there. Ik liet ze daar achter. And ran. En ik rende. To God be the glory. You were sharing the grace. Ze waren toen nog aan het grace in the church. I said I overcome. En ik zei ik heb I overcome. You will overcome. You will overcome. You will overcome. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Number 5. Nummer 5. To restore the hunger. Om je honger voor het werk van God. Work for God. Yes, we need to walk in love. We moeten in liefde lopen. Towards one another.
tegenover hem daar. The Bible says love is of God. De Bijbel zegt dat liefde is van God. Anyone that loves, iedereen die lief heeft, is born of God. Is van God geboren. He that loveth not, iemand die niet lief heeft, knoweth not God. Kent God niet. For God is love. Want God is liefde. Listen. If we don't act in love, as we need in liefde handelen, we cannot meet the mandate of God. We kunnen het mandaat van God niet nakomen. Talk to your neighbor and say, I am obligated to love you. En zeg, ik moet je lief hebben. No matter the offense. What je moet zeggen. I am obligated to love you. Ik moet je lief hebben. And I will continue to love you. En ik zal in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's stand to our feet. Laten we recht staan. Thank you, Lord. Presence there is joy. As precious of your love. Revelations of your power. Father, I will work for you. I will serve you. Father, put your fire in my heart. Put your fire in my life. The fire that will not allow me to rest until I serve you. Lord Jesus, give me the power to serve you with all of my heart. In the name of Jesus, I receive your grace. I receive your power. In the mighty name of Jesus, I pray tonight. Father, take my life. In the name of Jesus. Name we pray. Amen. Father, I want to thank you. I bless you for your grace. I bless this ministry. I bless your servant. I bless your ministers in this house. This year shall be favorable to them. Amen. This year shall be a blessing for them. Amen. I see corn, I see wine. The spirit of fruitfulness is in the house. Amen. God will increase this house. Amen. God will increase this house. Amen. The grace of God will not go down in this house. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And everybody shout, Amen. Amen.